Huishoudens, agrariërs en micro-ondernemers in Wageningen zijn getroffen door watersnood. Mensen werden geëvacueerd en de schade aan haven en goed is enorm. De wateroverlast duurde nogal een poos. Stichting Iver 12 en Gloria Botsen van Travasté hebben gezinnen in Wageningen blij gemaakt met levensmiddelenpakketten. Zondag 6 juni en dinsdag 8 juni werden de pakketten verstrekt aan de verschillende huishoudens. Carlos Pinas vertelt u meer hierover. Kijkers, de allerlaatste wateroverlast van Suriname heeft ook delen van Nieuw-Nikeri getroffen, met name Wageningen. In dat kader vertrok een 1 voor 12 delegatie onder leiding van directeur Louis Vismalen naar Wageningen. 1 voor 12 heeft de plek 2 maal aangedaan, onder andere op 6 juni, toen de plek helemaal blank was, en dan weer op dinsdag 8 juni. Laten we gaan kijken hoe dat allemaal daar aan toe ging. Aisrana, Fawaka, Nangayupijing. Iver 12 heeft een kijkje genomen in Wageningen en u ziet de meeste plaatsen onder water. We praten met een van de bewoners die hier achter ons woont. Dat is meneer Brewster. Meneer Brewster, hoe lang is er in de Sojakba? Ik heb 1, 2, 3 maanden. Zo is het in de Sojakba. Anegwe. Alleen camera's zijn er niet. Ik heb een boer, ik heb een boer, ik heb een boer. Ik heb een kinder. Ik heb een kinder. Maar dat is maar een pikje en zo. Ik heb een schrift voor je, ik heb een schrift. Ik heb een situatie. De oplossing is dat de makado het jaar is. Ik heb een oplossing. Maar je is er ver ook? Ja, ik heb een stongisman voor de hoek. Ondersteuning geef ik aan Luko bij een brede ja drie mina tafel te midden voet je een pakket a forceer je met zijn mee ja forceer je toch maar dat is met dan mee bedankt voor alles aan die zaak je persoonlijk met moeite dat ik kom. Het bestuursresort Wageningen van het district Nikeri is ook zwaar getroffen tijdens de wateroverlast als gevolg van de zware regens de afgelopen weken. Bewoners van dit resort hebben het ook heel zwaar. Mensen werden geëvacueerd en werden zelfs opgevangen in leslokalen van scholen. In samenwerking met de organisatie Travasté, een organisatie die fondsen genereert onder de Surinaamse diaspora in Nederland, heeft contact opgenomen met 1 voor 12 om zo samen de noden van de getroffenen te lenigen. Samen met Travasté zijn de eerste 50 pakketten bij het eerste bezoek aan Wageningen aan de mensen die het meest getroffen zijn afgegeven. Vermeldenswaard is dat bij het tweede bezoek het water reeds was weggetrokken. Ik zeg je dankjewel voor je pakket. Ik ben blij. Want vanaf 23 mei ben ik hier op school opgenomen door het waterprobleem van Wageningen. Dus ik ben blij. Dat ik je nooit
verlaten zal. We zijn net aangekomen te Wageningen en we zijn bij een van de moeders hier. Mevrouw, u heeft net een pakket van 1 voor 12 ontvangen. Veel kunnen we niet aan u geven, ja. Maar u had nog een vraag of een verzoek. Ik wilde vragen naar een steen, want mijn hele carpet is vernietigd wat ik pas 2 maanden heb gekocht. En mijn matras is ook helemaal nat. Ja, we kunnen niet veel doen, we gaan kijken wat we kunnen doen. Ik ga je een envelopje geven namens een 1-jarige. Hanna Nanden, die 1-jarige, alsjeblieft hoor. Ik heb ook een... Een envelopje voor u. En een pakket. Hoeveel kinderen heeft u? 8 kinderen. 8, mevrouw Jogudu. Zo, papa fa. Ik ga man. Naar je vrouw Jan? Ja. Mooi, om heb je abi? 60. Papa Jogudu? Ja. Ik moet het vinden. Je ziet de situatie hier. We zijn in Wageningen. De mensen zijn geëvacueerd naar de schoollokalen. En wij nemen een kijkje om sowieso een ondersteuning te geven aan de mensen. Daarom zijn we hier, om te helpen. Wat heeft gemaakt dat je naar hier bent geëvacueerd? Wel, het heeft bijzonder hard geregend de afgelopen weken, waardoor mijn huis helemaal onder water is komen te staan. En je bent met je gezin hier? Ik ben met mijn gezin hier. We zijn eigenlijk met ons 3 gezinnen in een huis. Hoe lang zijn jullie al hier? Ongeveer een week. Een week? Hoe eet je, hoe drinkt u, want we weten dat het moeilijk is? Ja, het is bijzonder moeilijk, ja, vooral hoe het nu lockdown is. Dus we moeten kijken. Wat is je voorraad om te koken voor morgen en andere dagen? Ik weet niet waar. Je krijgt van mij een pakket. In ons pakket hebben we groenten, we hebben boulangerie, we hebben kousenband, we hebben bruine bonen. Ja. Vlees hebben we niet kunnen brengen, omdat van Paramaribo naar hier gaat vlees heel lastig zijn. Maar sowieso kunt u voor een paar dagen koken. Ja. En omdat ik weet dat het moeilijk is, wil ik u wat geven. Als moeder ondersteuning, ja, aan een voer. En een pakket, ik ga die pakketten halen. Ja. U bent bezig te koken, dus ik denk dat u uw pot kan verruimen. Ja. Kijk, u heeft lekkere brood van 1 voor 12. Oh, dat zijn de broden van 1 voor 12 hoor. Oké. Ja. Dus ik kan koken. Dus alles heeft u hier, ja? Ja, dankjewel. Oké, meneer Vesmala, dankjewel. Wat heeft u voor vandaag gekookt? Ik heb dan niet gekookt, want ik heb niets gedaan. We hebben voor die bruine bonen, we hebben voor die groenten, we hebben olie, alles. Dus ik kan niet koken. Is goed, ja, oké. Okay. Is goed, meneer Vesmala. Maar meneer Vesmala, kent u mij? Ik ben laatst bij u geweest voor mijn scan. Oh. Mevrouw Simons. Ja, ik heb de kosten betaald voor die scan. Jawel, daarom zeg ik. En ik moet die scan 22 juni gaan maken. Ga de biggie? Ja, ga de biggie. En ik denk dat ik dat is. Yes. Hi, mevrouw Simons, alstublieft. Dank u, meneer Vesmala. Thank you very much. Je ziet dat we komen mevrouw tegen die wij ook hebben geholpen. Moest een scan maken. Oh, ja. En hier staat ze. Namens Gloria Botsen en zegt de 1 voor 12 krijgt u 3 pakketten. Ik wil nog bedanken, hartelijk. Voor ons staat een vader, heb ik het goed? Ja, ja. Vader van hoeveel kinderen? 2. En wat is de jongste? Maar je hebt een baby? Ja, een baby. Hoeveel maanden? Nog geen maanden. Nog geen maand? Nee. Oké. Okay. Wil je een pakket? Ja. Alsjeblieft, namens donateurs in Holland. Ja. Gloria Botsen, dan gaat het 1 voor 12. Je hebt 50 pakketten komen. 50 pakketten, dan een druppel. Dan maak je alles maar een pakket. Dat is mijn money. Maar dan... Een wagen voor ons aan het. Ben je niet tevreden? Ik ben tevreden. Gloria Botsen, donateur van Nederland, 1 voor 12, willen wij u dit overhalen. Oké, dankjewel, dankjewel. Gaat het anders?
Ja, ja, goed, goed, goed. Het was laatst hier, was hier helemaal aan het heel, heel, ja, zie, bijna, heel, helemaal. Zo, 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 zo. Zo, we zijn met veel moeite hier gekomen en hebben namens donateurs in Nederland, ja, mevrouw Botso en Eva 12, Travaté, dank u wel. Het pakket aan u. Dank u wel, heel hartelijk bedankt. Het is hard nodig. Ja. Voor mij zijn we breed dat we niet eens ondersteunen DC. Want als je kijkt naar schade, dan alle je pissen kan je aftekenen. Ja. Hoe de warm moet langer onder water en je me besorgen aan hoekte die jongens. Kijk aan hoekte zijn vloed DC. Ja, zie je, kijk aan hoekte zijn. Kijk aan frisser. Aan frisser. Zijn potata voor een blik voor bijna 40 centimeter. Ato, maar jij ook een beetje? Nee, nee, ik ben een gepensioneerde. Meester, goedemorgen. Udeja, namens Travaste, zoals stichting, Travaste, 1 voor 12, donateurs in Holland. We hebben een voedselpakket kon je. En we hebben ook een collectief kiezen. We hebben ook een tentrang aan het doen, maar het is een bijdrage voor ons. Ja, maar het is wel. Zijn jullie een probleem? Ik denk ze zeggen dat die dingen daar bij die pompgemaal daar zo, die deksel was open, die water is overgestroomd in Wageningen gekomen. Ja, ik geef niemand schuldig. Ook toen mijn breed die van wat trak moeten nu zo. Ja. We zijn hier ja, namens donateurs in Nederland, ja, 1 voor 12 ja, en Travaste, ja, gaan we een pakketje aan je overhandigen. Ja. Ik ben zo blij dat ben je gekomen om ons te helpen. There's a sickness in the land, so heaven, heal it. Well, there's a sickness in the land, so we're ready. Dames, Travaste, donateurs in Nederland en 1 voor 12 heb ik een lieve speelpakket voor je. Ja, alsjeblieft. Hartelijk dank. Kun je alle donaties ook aan laten bedanken voor deze trieste zaak die in Wageningen gebeurd is. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, there's a child crying out right now. Heaven, we need you too. Kijk, ze hebben die pomp eigenlijk al lang aangevraagd. Toch? Hier. En toen we hebben gebarricadeerd vooraan, toen pas de man long kon. En wanneer zijn ze gekomen? Ze zijn gisteren gekomen toen we al bijna helemaal droog waren. You too. Heal it. Heal the land. We need you too. Heal it. Nog bedankt aan die donateur. Nog bedankt. Heal it. Family. Heal it. Planet Earth. Hoe jij dat voor of je de pas? Ja, ja. 2 maanden geleden. Dat is commit me. Ja. Nee, gewoon. Ik ben door een operatie. Okay. Daarom. Ja, en hoe tomorrow begin je? Ja, maar. Wat gaat er aan al die? There's a sickness in the land, so heaven, heal it. There's a sickness in the land, so heaven, heal it. Well, there's a sickness in the land, so we reach helemaal beschadigd. Ze gaat zelf vertellen heaven wat er allemaal. Goedemorgen mevrouw. Wat is met die gebeurd? Ik zag je zo mangend lopen. Door het water, het modder, alles is over. Ons huis was onder water. Alles is onder water. Ik heb maar 2 matrassen kunnen zeven. Voor de rest is alles onder water. En u weet het, wanneer je matrassen onder water zijn, is het niet meer goed. Is wegwezen. Dus nou nodig met Pina eigenlijk eventjes met matrassen. U hoort het, kijkers. Deze mevrouw is heel dringend op zoek naar matrassen. Wij van 1 voor 12, Travaste en donateurs in Nederland hebben ervoor gezorgd dat we 50 pakketten kunnen brengen. Dat is wel bijna niets moet ik zeggen, maar dan nog helpen we de mensen. We willen namens de donateurs u een levensmiddelpakket geven. Ik wil nog geen toezegging doen voor de matrassen, maar als iemand die nu naar dit programma kijkt en zegt van, we gaan doneren de matrassen, dan doen we het voor u.
Oké, okay, nog bedankt, zijn nog bedankt. Je moet helemaal naar die kering komen. Ja, ja, het is wel fair, maar ja, kijk, u ziet het zelf. Ik had een wandmeubel hier, alles is onder water. Het is ingestort, ik heb het weggegooid. Hoeveel kinderen heeft u, mevrouw? Wat zegt u? Hoeveel kinderen wonen met u? Ik heb 4 die nog met me zijn. 4 kleintjes. Wat u ook kunt zien, mevrouw Botsen, door het water te doen, kan ze niet goed lopen. Misschien dat hij kan lopen, dat die mevrouw ziet. Maar bent u wel naar de dochter geweest? Ik heb medicijnen. Ik ben niet naar de dochter geweest? Nee, maar ik heb wel medicijnen. Of zo er is hij? Ja, medicijnen, dus ik ga naar Oost-Afsafri. Eerst volgende trip, dat we naar de Keri komen, wil ik wel een matras naar hier toe brengen. Ik wil dat wel toezeggen. Nou, namens Travasde, donateurs in Nederland en 1 voor 12 hebben wij een levensmiddelpakket voor u gebracht. Oh, bedankt. Ik hoop dat u er goed gebruik van kan maken. Ja. We hebben een levensmiddelpakket voor u gebracht namens verschillende donateurs. Ik dank al die donateurs die meewerken aan deze ding. Ja. Ik ben ze ook heel dankbaar, want ik heb ook geen geld. Ik zag u net zo emotioneel en het heeft me een beetje geraakt. Sorry dat ik het niet in een envelop heb, maar een kleine ondersteuning voor u. Ja, dank u wel voor het ondersteuning. Hallo. Want ik had ook niets thuis en ik ben blij met de ondersteuning. Mama, mire, je dialyseren, wat moet ik doen? Ja, natuurlijk. Ik ben dialyseren, 3 lezen in wiki. Neem trang? Ja. Is de migo na Tamara, mimo go na Freda. Wat je allemaal pakken, die mama? Ja, dank je wel. Dialyseren, ik go? Ik go, ja, ik go. Worden warm als ik bedenk. Hoe oud is mijn dosu? 92. 92? Ja. Mooi man. Moet je op die pakket die? Ja. Waarom is maar je poen dat je trafas de... Ja, 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 ja. 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 Dank je wel, dank je wel. Namens trafas de 1 voor 12 en door dat je dank je wel hoor. Oké, haar hartelijk bedankt. Ik hou van u. Ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart in de stormen van... Nou, heel hartelijk dank. We zaten helemaal onder water. Het is vanmorgen gezakt, dus we zijn erg blij. Wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw. Oh, dank je wel. En namens verschillende donateurs... Even voor 12 trappen die. Nee, dank je wel. Heel hartelijk bedankt. Jezus, u bent groot. U bent sterker dan de dood. U zit achter mij, locatie waar 2 gezinnen die zijn geëvacueerd. We gaan ook voor hun een levensmiddelpakket brengen. En ik zing met heel mijn hart. Ik hou van u. Goedemiddag, goedemiddag. We hebben uw pakket voor u gebracht namens donateurs in Nederland, Gloria Botsen, Travas D en Eva Dwalen. Ja, bedankt voor dit mooie pakket. We begrijpen dat u dialyseert. Ja, dat... 3 keer. 3 keer per week. We zijn hier namens 1 voor 12, Travas D. En donateurs uit Nederland hebben wij een verzameling van een levensmiddelpakket voor u gebracht. En ik hoop dat u het goed kan gebruiken. Hoeveel kinderen heeft u? 5. Dank je wel. Dat is wel zwaar hoor. Was ja. U ook helemaal onder water nu? Ja. Hoe oud bent u, moet? Oktober met Gods wil of Gadoan is het 92. Wauw, geweldig. En je doet alles nog maar zelf? Nee, ik kook niet. Ik heb mijn kleindochter die komt, ze is net weggegaan, ze komt vegen, netjes, zet thee voor me en kom. Maar weekend komen die anderen ook uit de stad. Mm-hmm.